Petty Bart uit haar afkeer over de recensie van de dramaserie over haar leven in de Volkskrant, met name gericht op recensent Herin Wensink. Ze noemt het pathetisch en voelt zich gesteund door een column van Kitty Herweijer in het AD. De dramaserie, die niet kan rekenen op positieve kritieken, wordt door Volkskrant recensent Herin Wensink beoordeeld met slechts twee sterren. Wensink's duidelijke afkeur jegens Petty Bart wekt irritatie op. Vooral omdat ze aan het begin van haar recensie al laat doorschemeren dat ze niet positief staat tegenover Petty. De negatieve woorden van Wensink worden breed veroordeeld, zelfs door columnist Kitty Herweijer in het AD. Herweijer ergert zich aan de disclaimer van Wensink dat ze geen interesse heeft in Petty en suggereert dat mensen die dat wel hebben als plebs worden beschouwd. Petty Bart voelt zich gesteund door de column van Herweijer en uit haar ongenoegen op Instagram. Ze noemt de recensent pathetisch en is teleurgesteld dat Wensink niet de derde ster durft te geven om de elitaire geloofwaardigheid te behouden. Op de desk van Shownews deelt Patty haar gevoelens over de recensie. Ondanks enkele negatieve reacties benadrukt ze dat ze niet iedereen kan behagen. Over de Volkskrant zegt ze, nee, dat doet mij niks. Hou op! Eigenlijk weet je dat als dat soort kranten je de hemel inschrijven je het commercieel gezien niet oké okay doet. De positieve recensie van Trouw biedt enige troost voor Patty, die aantoont dat het ook anders kan. Het lijkt erop dat Patty Brad zich niet laat ontmoedigen door de kritiek en blijft focussen op degenen die haar werk waarderen.